Goeiedag. Hey. Welkom. Dankjewel. In mijn kapperstoel. Ja. Dit keer in een bijzondere omgeving, in de Hooipolder. Mooi, hè? Kom je wat vaker hier in het gebied? Nee, niet vaker. Nee. Ik ben er toevallig wel over een paar weken terug geweest. Ja. Voor een verjaardag was echt leuk. Ik heb hier gewandeld, gegeten verderop. Ja. Mooi. Nou, je bent hier om sowieso de haren geknipt te hebben en natuurlijk om een beetje een leuk gesprek te gaan voeren. Ik ben altijd wel benieuwd wie ik in mijn stoel heb zitten. Vandaar ook de titel Haar maar waar. Wie zijn de personen, wie is de persoon achter het haar? En als ik naar je haar kijk, daar zit daar best wel veel haar. Ja. Gewoon, ik ben blij dat ik ze nog heb. Het is mijn heel lang. Leeftijd, hè? Die doe ik dan ook even af, want anders ga ik die meeknippen. Nee, dat is jammer. Mooi hoed. Israël? Ja. Heb je een connectie met Israël? Nou, ik ben wel een supporter, laat ik maar zo zeggen. Om het zomaar te noemen. Nou, zal ik hem heel veilig even hier op een tafeltje zetten. Die zit ik ook hier. Om te beginnen met je haar, wat mag er gebeuren? Nou, dode puntjes, hè. Het is een hele bos. En dat moet zo blijven. Als ik ruzie thuis met mijn vrouw. Dus qua model, er hoeft niet echt een model geknipt te worden. Nee. Als maar even de dode puntjes ervan afhalen, dan is het oké. Ja. En de bakkenbaarden misschien wat inkorten. Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, dat mag gewoon op dezelfde lengte blijven. Ja. Prima. Beetje puntjes achter, dode puntjes. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben muzikant, dus ik werk voornamelijk in het weekend. Oké, daar leef je ook echt van? Ja. Van de muziek? Ja, van de muziek. En zou ik jou dan ergens van moeten kennen? Nee hoor. Nee? Ik ben zo'n onbekende zanger. Wat is de stijl die je speelt of zingt? Ja, veel 60s, 70s, 80s, 90s. Het lijkt een beetje op country. Ja? Hoewel het niet echt country is. Ik loop wel altijd met een hoed op. Oké. Okay. Ja. Ik zit veel in de Achterhoek met mijn werk. Die zijn vrij of nogal country-minded. Oké. En hoe ben je daar ooit mee in aanraking gekomen? Of hoe is dat ooit ontstaan? Het maken van country-muziek? In de Achterhoek bedoel je? Ja. Nou, er was een restauranteigenaar in Wittelswijk. Die hoorde mij zingen. En die bood hij mijn contract aan. Dan kon ik daar zo blijven. Oké. Ja. En dat is hoe lang geleden? 21, 22 jaar. Oké. En wat deed je daarvoor? Was ik lasser. Oké. Maar daar doe je helemaal niks meer mee? Nee. Nee. Vind ik eigenlijk ook wel leuk werk hoor. Maar... Heb je toevallig je gitaar meegenomen? Nee. Ik heb jammer. Had ik eigenlijk wel, dat wel leuk geweest zijn. Ja. Maar je stembanden heb je wel mee? Stembanden wel. Ja. Gelukkig maar, hè. Ja. En doe je dat alleen of in groepsverband? Ja. Ja? Met mijn gitaar en een mondharmonica. Ja. En een keyboard. Die speelt dan mee. Ja. Okay. De one man band. Ja, precies zo. Oké. Okay. En dat is ook makkelijker te realiseren. Als je in je eentje bent, dan heb je ook maar één agenda. Ja. Kijk, als je met z'n tweeën bent, heb je twee personen, twee agenda's. Uh-huh. En dan ben je ook twee keer zo duur. Dan ben je met drie man, ben je drie keer zo duur, heb je ook drie agenda's. Dus dit is heel makkelijk te realiseren. Kun je jouw werk ook ergens op internet vinden of op YouTube? Of, als er de ja, kijkers... als je een muzikant dat heeft hè, tegenwoordig. Gewoon bij Buddy van Zutphen op YouTube. YouTube. Maar ik ben heel onbekend hoor, dus ik zit meest in de nacht. Maar er zijn wel wat filmpjes op YouTube. Ja, en dan moeten ze zoeken op? Buddy van Zutphen. Buddy van Zutphen. Dat ga ik sowieso vandaag ook doen. Ik ben altijd wel nieuwsgierig. Hè. De meeste gasten die ik hier ontvang, dat zijn voor mij mystery guests. Okay. Dus ik kan ook geen research doen. Ik weet ook nooit van tevoren wie ik in de stoel krijg op een aantal namen na. Dus ik ga vanavond wel even kijken hoe dat klinkt. Maar je gaat misschien ook een stukje zingen voor ons? Of? Nou, ik heb daar niet op, nee? op gerekend. Nee, nee, nee. Want als jij zingt, dan moet je daar echt een instrument bij hebben. Een accordeon, dat wordt wat lastig, maar een gitaar of een keyboard. Ja, gitaar, ja. Maar je bent wel langer dan 21 jaar met muziek bezig. 21 jaar doe je het op een professionele... 21 jaar. Ja, ik heb altijd wel muziek gemaakt. Heb ik van mijn broer geleerd, een beetje wat akkoordjes en zelf uitgebreid. Ik ben ook niet zo'n hele goede gitarist hoor. Dus het is geen maakknop, het is geen hoogstaand. Het is vooral zang. Het is vooral zang. Gecombineerd met wat akkoorden. Ja. Maar ook misschien een stukje beleving. Dus hoe jij je optreden neerzet misschien.
Ja, ik misschien wel. Ik weet eigenlijk niet wat ze me aan me vinden. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Want je hebt dan over country. Heb je dan ook, ben je dan ook als een cowboy gekleed? Dus een mooie hoed op. Hoed op. Laarzen. Laarzen soms. De laatste jaar ook niet meer. Al geschokt met die laarzen. Het wordt ook zo warm in de zomer. Ja. Dus ik maak gewoon schoenen aan. Ja, en dan gewoon mezelf begeleiden met de gitaar. Ja. En de mondharmonica. Beetje het Bruce Springsteen idee ook vaak. Bob Dylan. Dat zijn de namen van de muziek die ik maak. Ja. Mooi. En zelf geboren getogen Nijmegenaar? Nee, ik kom uit Eindhoven. Eindhoven. Ik ben geboren in Eindhoven. Ja. En, maar ik woon hier al sinds mijn 16 en 17. Dat is heel lang al. Hoor. Hoe ben je hier door terecht gekomen dan? Via mijn vader. Ah. Mijn vader werd overgeplaatst van Philips Eindhoven naar, naar Nijmegen. Ik ben geboren in Eindhoven en opgegroeid in Valkenswaard. Ja, ja. Eindhoven, daar ben ik op zich wel bekend, maar Valkenswaard. Nee? Nee, dat is een dorpje bij België. Oké. Okay. Ja, tegen de Belgische grens. Ja. Je hebt daar geen accent aan overgehouden. Nee, vind je? Nee, toch? Of wel? Nou, ik denk dat westerse mensen dat we vaak horen. Dat ik iets voor een zuidelijke tongval heb. Vind ik eerst gezegd van niet. Maar wat ik al zei, kijk, toen ik nog in Den Haag woonde, was alles wat anders klonk, dat was Belgisch bij wijze van. Tot ik in Nijmegen kwam wonen en in één keer hoorde van hé, hier is er ook wordt de G ook anders uitgesproken. Ja, ja, klopt. En nu nog steeds, ik heb een dochter van 8 en ik probeer haar toch nog steeds te verbeteren als zij G heel zacht uitspreekt. Dus als ze dan Scheveningen zegt, zeg ik van nee, Scheveningen. Scheveningen, ja. Nee, dus ik hoorde bij jou hoor ik dat zeker niet, nee. Ja, misschien zit ik hier al dan te lang dat ik dan helemaal. De stem heb overgenomen. Je gaat niet meer terug, denk ik, naar Eindhoven. Nee, nee. Ondertussen dan wel echt een Nijmegenaar geworden, denk ik. Je bent Koerdisch van afkomst? Ik ben Koerdisch, ja. En die muziek? Ook, maar ook weer minder. Vroeger luisterde ik dat wel veel meer. Nu zoek ik af en toe wel eens op naar fusion nummers. Dus dan is er een DJ die heeft dan een oud Koerdisch nummer gepakt en die gaat daar dan een remix van maken. Dan ben ik wel nieuwsgierig van wat heeft hij ervan gemaakt. Maar Koerdische laddentonen, ja, Koerdisch staat heel erg dicht bij het Indiase laddentonen met tabla en met sitar en dergelijke. Dus ook best wel complex. Maar wordt dan gemengd? Gemengd met. Nee, het is echt verwant. Dus als je naar de laddentonen van de Koerdische muziekstukken kijkt, dan kan je dat gewoon direct naast een Indiaanse nummer zetten. Ja, nee, ik bedoel die moderne, dat je gaat mixen. Dat zijn fusion nummers, ja. Dat zijn dan DJ's die dan een oud nummer pakken en die gaan dat dan mixen. En dat vind ik dan wel leuk om even te kijken van wat hebben ze ervan gemaakt. Ja, daar blijft dan eigenlijk wel bij, ja. Okay. Ik versta het niet, dat is wel jammer. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Maar op een of andere manier doet wel de manier hoe het wordt. Nee, de klanken die doen dan weer wel iets. Bloedkruip waar het niet kan gaan. Ja, ik denk dat je in je roots toch? Ja, ja, precies. Hoe zit dat bij jou? Heb je dat, als ik naar jou kijk, denk ik dat jij. Raad. Guess. Educated guess. Ik denk Molux zou ik dan denken, maar. Dat, nee. Ja, dan misschien, je bent dan Koerdisch. Dan. Ja. In Nederland had ze dat dan waarschijnlijk wel gezien, dat ik geen Molux ben. Okay. Dus het heeft wel Indonesische roots, maar Indonesische mensen en Molukse mensen, dat is niet alleen een ander volk. Molukse zijn ook wat donkerder volgens mij. Ja, dat is zelfs een andere ras. Okay. Ja. En Indonesiërs zijn Aziaten, verwant als Chinezen. Ja. En Molukkers, dat zijn verwant, die zijn verwant aan. De negroïde rassen van de Aboriginals bijvoorbeeld en de Maori's. Oké. Okay. Ja. Stukje geschiedenis, dat wist ik niet. Ja. Het is dus niet alleen een ander volk, maar zelfs een ander ras. Ik val een herhaling. Ja. Maar ik heb Indisch bloed. Ja. Van vaderskant. Uh-huh. Nou, dat was al gemixt. Uh-huh. En van vaderskant ook een Nederlander, van Zutphen. Ja. En van moederskant. Is het een Belg en een Chinees. Okay. En dan zit er nog een Arabier en een Duitser en een Zwitser ergens in de familie. Dat is een smeltkroes. Ja, dat is een kroesverbal. En ik ben dan de donkerste van het hele gezin. Ja. En toen we jong waren, we zijn met 5 kinderen thuis,
elke zusje. En die had één rood haar en sproeten en groene ogen. En die plaatsten ze ook nooit bij mij. Nee. Nu is ze ouder en dan lijken we wat meer op elkaar. Maar hoe zit dat bij jou met de muziek? Als jij muziek hoort wat uit die regio komt, doet dat dan iets met je voelt? Komt dat binnen? Of? Nee. Het is natuurlijk bij jou, jij bent wat divers, wat ik een smeltkroes van verschillende soorten culturen. Nee. Het is wel zo dat ik die liedjes af en toe van mijn moeder zing. Ja? Weet je, dat doe ik puur voor haar, maar ik heb inderdaad niks met die Indische cultuur, helaas. Nee. Voor. Helaas, ja? Ja, voor. Ik wil er niemand mee kwetsen, laat het zo zeggen. Zo. Mijn ouders zouden willen dat ik daar wat mee had, hè? Ja. Maar ze leven nog, gelukkig. En die zouden willen dat ik daar wat mee had, wat meer, maar dat heb ik niet. Hoe is dat zo ontstaan? Ja. Als je kijkt naar je broers of zussen, hebben die dan iets meer? Of? Ja, mijn broers is zo. Die hebben wat meer binding, denk ik. Ze zijn er ook allemaal geweest in Indonesië. Jij? Ik in de nood. Nee. Trek me ook helemaal niet. Die cultuur. Nee. Je eet wel eens babi pangang, of is dat niet Chinees? Dat is niet Indonesisch, hè? Dat is Chinees. Dat is Indisch-Chinees. Babi pangang. Gebakken okay. Varken. Ja. Ik eet geen varken, maar ik ken het wel. Babi pangang, nasi goreng. Ja. Eet jij dat? Ik denk het ook niet. Ik eet alles. Ik ben een alleseter. Je bent een alleseter? Babi pangang vind ik dan weer niet lekker, maar ik eet... vetter, hè? Ik eet alles. Oké. Okay. Als het smaakt, eet ik alles. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb zelfs een keer schildpad gegeten. Toen wist ik nog niet dat het een beschermd diersoort was. Aha. Was heb je aangegeven jezelf? Nee, dat niet. Dat was in Cuba. Dan had ik een rondreis in Cuba. Oh, en toen zaten we in een casa particulare. Zo'n particulier die een kamer dan vuren. En die zei van, goh, we hebben ook schildpad op het menu. Ik zeg, nou, wil ik wel proberen. Ja? Een paar dagen later komen we aan in Havana, ook in een andere casa particulare. Komen twee Nederlanders tegen, een stelletje. En ik heel leuk vertellen. En ze zei, nou, ik heb schildpad gegeten en... En toen zag ik al bij die dame haar gezicht, die werd helemaal wit, vuurrood. En zei van, godverdomme, wij zijn hier om die schildpadden te beschermen. Jij komt hier leuk vertellen dat je schildpad hebt gegeten. Ik zeg, sorry, maar ik wist niet dat die beesten beschermd waren. Spijt me, als ik dat geweten had ik het zeker niet gedaan. En dat is ook echt zo. Ja, zeker. Dat het smaakt wel lekker. Ja. Oké. Okay. Nee, dus wat dat betreft eet ik wel echt alles, Jan. Je eet gewoon echt alles. Oké. Okay. Heb ik wel mijn voorkeuren natuurlijk, maar... Ja, wat je lekker vindt. Zo. Ja. Het is niet dat je zeg maar, dingen niet eet, zoals geen varken dan... Nee, eet ik... Vertuiging, dan eet jij dat ook gewoon. Dat doe je wel, ja. Als het lekker is. Ja, okay. Ja daar hou ik vooral bij de spare ribs. Verder vind ik varkensvlees niet heel lekker, maar spare ribs, een goede spare rib op de smoker. Nou, dan moet je eens een keer naar de Achterhoek gaan. Daar is dan onbeperkt spijgers op vrijdag, en waar ik speel. Ja. Met een pot bier erbij en dan... En dan jouw muziek... Ja. Nice. Als je er van houdt, is. Ja, dat moet vanavond blijken. Ga ik even opzoeken op YouTube hoe jij speelt en zingt. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, oké. Okay. Maar misschien een klein kort stukje zingen, zit dat erin? Of nou, denk je dat dat in deze setting niet... Zo gewoon zo, nee. Had ik niet op gerekend. Nee? Nee. Ja, en ik hoor vaak van artiesten dat ze niet echt op commando of zo zingen. Is dat bij jou ook een beetje zo? Nee hoor, nee. Dat iemand zegt van, kan je... gaan zingen. Ja. Dan doe ik dat gewoon. Zing dan wel, ga ik zingen. Dat zou, la, maar. Dan zou ik zeggen, zou je een stukje willen zingen? Nou, nee. Oh, je maakt misbruik van. Nee, ik denk dat het wel leuk is. Nee. Ik denk niet dat het zal zo aanslaan. Oké. Okay. Ik kijk naar die jongens. Die zitten er ook niet op te wachten, dus. Kom ik wel mooi weg. Hey, ondertussen heb ik een stukje van je haar eraf geknipt. Ja, mooi, een klein puntje. Qua model is er niet heel veel gewijzigd, maar wat je zult zien als je naar de punten kijkt, is dat ze weer gewoon mooi gewoon, de dode puntjes zijn. De dode puntjes zijn eraf. Super. En verder heb ik niet heel veel gedaan dan alleen je nekhaartjes en de bakkenbaard ietsjes bijgewerkt en that's it eigenlijk. Nou, dankjewel. Zou je er nog wat in willen? Iets van een product? Gebruik je zelf wel eens? Nee, ik gebruik nooit gel of conditions of zo. Nee, dan ga ik dat ook niet doen. Zal ik hem dan weer naar een staart toe brengen? Ja, graag. Ja. Wat heerlijk zo, hè? Heerlijk, ja. Lekker weertje, vogeltjes op de achtergrond. Ja. Wat willen we nog meer? Ja, precies. Ik dank je voor het gesprek. Oké. Okay. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ben wat wijzer geworden van wie jij bent en wat je doet.
Dankjewel. Jammer dat we niks hebben kunnen horen, maar dat ga ik vanavond sowieso even beluisteren. En wie weet zien we een keer aan tafel onbeperkt sperrips eten en naar jou kijken. Ja, iets smakelijk. Ja. En waar in de Achterhoek moet ik dan zijn? Bij, mag ik het naam noemen? Voor mij wel. Ja, nou, bij Steakhouse Vivaldi. Steakhouse Vivaldi. In Dinterswijk, Steakhouse Vivaldi. Ja. En artiestennaam heb je die ook? Ja, Buddy van Zutphen. Buddy van Zutphen. Ja, ze heet ik het echt ook. Oké. Okay. Nou, ik vind Buddy vind ik sowieso een mooie naam, maar ook ja. Artiestennaam. Mijn vader heet Buddy. En je zoon is ook Buddy, volgens mij. Er zijn drie Buddy's. Drie generaties. Als we moeten komen voor het eten dan. Buddy, daar kom je dan wel gelijk tijd. Ik kom allemaal tegelijk. Ik geef je een hand. Ik dank je voor het gesprek. Bedankt, jij bedankt. Graag gedaan. Tippen.